Goedemorgen. Het is de zaterdag. En we zijn weer wakker. Kut weer zeg. Volgens mij regent het. Maar goed. Zaterdag, vlogdag. Dus we gaan er wat proberen van te maken. Toen op de planning. Niet veel. Ik ga even boodschappen doen. En daarna ga ik even mijn huis doen. En oeh. Ik weet het nog niet. Ja, ik wil mijn nagels lakken. Ze zijn echt toe. Volgens mij heb ik een beetje te veel shimmer op. Mwah, bling bling. Oké, we gaan het gas erop zetten. Goedemorgen. Ja, wakker. Ja. Ja, ik heb een beetje pijn op mijn keel van gisteren. Oh ja, waren we vergeten, hè? Dus, ja, ik ga mijn jas aantrekken, schoenen aantrekken. Go, go, go. Ronan en Nia zijn al aan het voetbal. Zwarte Nikes vandaag. Ja. Gaat kut met één hand. Ja. Maar Nio moest voetballen in Maassluis. Nou, dat is mij een beetje te ver. Daar ga ik niet in. Dus. Nou, ik ga mijn schoenen trekken, want dat gaat zo niet. Zijn we thuis. Boodschappenkar staat al uitgepakt en al. Ja. We hebben lekker vlot. Het eten vandaag broodje bal. Ja. Meestal is frituurdag. Ik kan het echt niet meer zien, hè. Dan kun je zeggen, ja, eten wat anders. Ja, blijf in de gang. Wel frituurvap ingenomen. Dat is een aanbieding. Dus. Even een broodje eten met ras en dan misschien even een kruidvat. Dus ik ben net bij de trekpleister geweest. En dan heb ik deze. Nou, wacht even. Ik draai de camera wel even, dat is kut zo. Dit lakje. En ja, hey, natuurlijk weer een highlighter. Kon u niet laten. Dus, ik ga even eten. En ik heb even snel een lunch in elkaar geflanst. Sushibol, makreel en paling. Over the years, my many trips to docks like this have given me a bit of a sixth sense. Huidige situatie, één slapen op de bank, ander druk bezig met chat, weet ik veel. Thee, warm vest dan. God! Oké, is er nog eentje? Mijn ballen gehakt zijn klaar. Oh, laat maar, mijn telefoon eruit. Dus wacht, ik kan eten. Echt op. Oké, dit meisje. Geef ze gewoon Now, if he's got any many mementos of that particular incident, I have one cicatrice. Dat is dat meisje die jij vroeg. Ik heb niets te doen, daar heb ik mijn nagelslak gewoon geen zin in. Maar ik vind die lippenstift echt this one reminds me of something I've seen before. Sorry. The only thing that I've seen in my experience that's anything like that, it's caused by pufferfish.
Het gaat echt nergens over dit. Nee, het is echt fucking nergens over. Dat iemand aan het FaceTime hè? Rustig. Oh nee, dat was... Nou is tegen mezelf aan het lullen. Maar dat is tegen een vriendin. Zeg ze, ze zit gewoon om liter ook in haar te lullen. Lach maar. Nieuwtje heeft gewonnen 3-1. Ja, maar moet ik laatst wel zien dat ik echt aan het feestemmen ben. In plaats van dat jullie denken dat ik aan het feestemmen ben. Maar Met wie? Hè? Met wie? Dat is Nicole. Hier mag, dat zeg ik al 20.000 keer tegen. Nou. Vraag ze steeds met wie ben je het appen, Nicole. Ik wil alles weten. Alles. Je weet het maar nooit met pubers. Nee, is echt zo. Nee, wat dan? Ik wil weten wat ze op de telefoon doen, ik wil weten wat ze op het internet doen. En ik check alles. Ja. Dit is de lowest, de genus. Kijk, zo. Is het eenmaal. Oh, zie je. Het is echt gelak worden. Het is zo'n veldvis daar. Dit is echt mooi. Cute, ik kan echt niet lachen. Iedereen kan lachen, zij kan niet lachen. Ja, maar ik kan het apart gewoon. Zomaar? Ja, weet ik. Niet te geloven. Oh, dat is het tegen het vallen. Dan heb ik een natte bank. Dat doe je niet hoor. De nieuwe highlighter is wel mooi van de uitvalt. Oh, nee, terug blijven staan. Ja. Ik hou ervan. Een beetje glim. Nou, die lult nog even door. Ik ga het even mijn thee opdrinken. Zo, gaan we even een bijklets momentje houden. Nieuwtje ligt op bed, want ik kijk de veer als spuiten. Van de week boet geprikt. En de waardes waren weer niet zo goed. Kalium stond er op 2,6. Dus dat was wel even een tomper. Ja. Daar zijn we de laatste tijd wel leren mee om te gaan, toch? Jullie ook, denk ik wel. Jullie horen niks anders. Het is of hartstikke goed, of het is helemaal kut. Dus, ja, en verder, ja, same shit, different day, ja, maar we blijven de hoop erin houden, toch? En zolang ik nog adem en mijn dingetjes kan doen, vind ik het prima, dus. Wat had ik nou nog meer, joh? Ik had nog iets, maar ik weet het toch niet meer. Jezus. Nee, ik weet het even niet meer. Nou, als ik het nog te binnen schiet, dan kom ik weer bij je terug. Dus, ik ga nog even wat administratie doen. Ik heb nog steeds mijn nagels niet gelakt. Stom, hè? Nou, morgen weer een dag. Toch? Het is nog vroeg, dus 5 uur of zo, nog ineens. We hebben al gegeten ook. Dat was lekker broodje bal. Dus ja, we gaan even wat dingetjes doen, een beetje opruimen. Verder weet ik het eigenlijk niet. Nee. Het is in ieder geval droog. En de zon heeft geschenen vandaag, dus mochten niet klagen met het weer, toch? Oké, gaan we dingen doen. Zo, het is 7:15 nou. Wat hebben we gedaan? Een beetje administratie. Weer gegeten. Weer. Doodvermoeiend. Even mijn spulletjes te bekijken wat ik allemaal nog een logje over moet schrijven. 3 nagellakjes.
En ik had ook nog een lipstick gekocht. De mat 01. Niet mijn kleur. Het is dan leuk als je er thuis achter komt, weet je wel. Dus, nee, ik ga het lekker mijn gezichtje schoonmaken en ik ga het lekker naar bed. Lekker op bed tv kijken. Ja. Nog mijn nagels niet gedaan. Het zijn echt dingen dat ik denk van zo, zitten nu, bek houden en gaan. Ja. Dus. Morgen is het alweer zondag. Morgen hebben we echt geen ene fuck te doen. Aan de ene kant wel lekker. Aan de andere kant van... dan heb ik wel tijd om nagels te lakken. Ik moet mijn slaapkamer ook nog verven. Het komt er gewoon niet van. Waar ben je druk mee? Met niks. Maar dat zullen we ook wel herkennen, denk ik. Ja. Dus. Hey, bedankt voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, even ergens in beeld of zo, zie je dat verschijnen. Ik weet het niet, de ene keer staat daar, de andere keer staat daar. En ik zie jullie morgen en bedankt voor het kijken. Doei doei.